Als eerste van Nederland hebben wij de GA5S in de verhuur. Daar zijn we echt super blij mee. De S staat voor Sensitive. Dat betekent dat de sensor echt een stuk lichtgevoeliger is dan bijvoorbeeld de GA5. Hij heeft een native ISO van 400 en 2500. En een V-Log zelfs van 800 naar 5000. Dat betekent dat op die twee ISO's die het beste presteert op het gebied van dynamisch bereik. Super cool. Verder heeft hij een nieuwe Starvis sensor, waardoor hij in 16x9 ook een slagje wijder is. Hij heeft een EBIT 85 crop in plaats van een 2x crop. En wat super cool is, wat nu bij de GA5S zit, is timecode. Dus je kan meerdere camera's koppelen en op die manier alles super mooi synken. Dus ik zou zeggen, kom deze Pro Tool proberen, halen, testen, mooie dingen opmaken. Zie je bij Budget Cam.